Een gebed om troost van schuldvergeving. O Heere, hoor mijn gebed en neig uw oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Het voornaamste stuk der dankbaarheid, welke de Heere van zijn christenen vordert of eist, is het gebed. En hij wil zijn genade en de Heilige Geest alleen aan degene geven die hem hartelijk, zuchtend, zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Hieruit verstaat gij hoe nodig het gebed ons dagelijks werk behoort te zijn. En hoezeer gij uzelf geestelijk tekort doet, wanneer gij het gebed verzuimt. De Heere wil zijn genade en de Heilige Geest alleen degene geven die sterk aanhouden in het gebed. En hetzelfde wakende met dankzegging. Maar misschien kunnen we het nog beter omdraaien en zeggen: aan wie de Heere zijn genade geeft, die zullen ook sterk aanhouden in het gebed. De genade en de Heilige Geest zijn het geheim van uw geestelijk leven, van uw geestelijke rijkdom, van uw geestelijke welvaart, uw groei en uw bloei. Maar de Heere wil dat gij het om deze geestelijke gaven naastig zult bidden. Niet om door dat bidden deze geestelijke gaven u waardig te maken, maar ten bewijze dat gij ze vurig begeert, meer dan enig ander ding. De mensen zoeken en sloven vaak, vroeg opzijnde en laat opblijvende, om in de wereld vooral vooruit te gaan. Dikwijls doen zij meer dan zij kunnen. De naastigheid in het leven om het tijdelijk goed overtreft in de regel de naastigheid in het bidden om het eeuwig goed. Daarom is ook veler geestelijk leven, zo zij het al bezitten, vaak zo arm. De Heere zegt in zijn woord: gij ontvangt niet, omdat gij niet bidt. Mannen met geestelijke rijkdom, zoals David, Daniel, Paulus en anderen meer, zijn bidders geweest. De psalmen zijn een gedenkboek. Deze mannen bespraken al de dingen hun levens met hun God, hun goede en hun kwade dingen. Zij brachten het alles voor het aangezicht des Heren. En nog spreken zij nadat zij gestorven zijn. Een gebed dat Gode aangenaam is en van Hem verhoord wordt, moet aan drie vereisten voldoen. Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord aan ons geopenbaard heeft, om al hetgeen hij ons geboden heeft te bidden, dat is om alle geestelijke en lichamelijke nooddruft van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. En ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil, zeker wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord heeft beloofd. Vooral op dat laatste vestigen wij heden uw aandacht. God wil ons gebed verhoren en dat niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn. En daar hebben wij een vaste grond voor. Hij doet het om des Heren Christus wil. Wanneer wij maar in diens naam tot hem gaan, zo boos en schuldig als wij zijn, dan bewijst God ons genade en geeft hij ons zijn Heilige Geest. Hoe wij tot God moeten gaan om te bidden, leert ons deze uren van voorbereiding in het avondmaal des Heren.
De Heilige Geest door de mond van David in onze tekst. Gij beluistert hier een gebed om troost van schuld vergevenis. Laat ons zien door wie deze troost wordt gezocht, in welke vorm hij vraagt en op welke grond hij verwacht wordt. Deze psalm is een gebed van David. In de oude christelijke kerk werd hij als laatste van de 7 zogenaamde boetpsalmen beschouwd. Wat vooral zijn oorzaak heeft in de eerste 2 versen, waarover onze prediking van het woord des Heren in deze uren handelen zal. Van de omstandigheden die tot dit gebed aanleiding hebben gegeven, weten wij niks bijzonders te zeggen. Alleen is duidelijk dat de dichter door vijanden benauwd en ten dode toe vervolgd is geweest. Hij voelt zich in donkerheid, waarin hij verkeert, als levend begraven. Hij voelt zich gelijk geworden aan degenen die overlang dood zijn, die vergaan zijn en vergeten. In deze toestand zocht David zijn hulp bij de Heere. Zijn geest bezwijkt, zijn hart is ontsteld, zijn ziel is voor de Heere als een dorstig land. Hij breidt zijn handen naar hem uit, hij heft zijn zielsbegeerten tot hem op. Hoe meer hij door de mensen vervolgd wordt, des te meer gaat hij verlangen naar zijn God. In de verzen van onze tekst leest u wat de grondtoon van Davids bidden is geweest, in welke geest hij heeft gebeden tot de Heere om hulp en gunst te begeren, tot de vereisten van een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt. Behoort onder meer ook dit, zegt de catechismus, dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Dat David met ootmoed smekende tot de Heer is gekomen, zal wel niemand durven betwisten. En ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. 2 dingen heeft de dichter in deze woorden beleden. Ten eerste dat hij voor Gods gericht niet bestaan kan. En ten andere dat zijn enige hoop en vertrouwen is op Gods genade en barmhartigheid. Het is een opmerkelijk verschijnsel dat in dagen van benauwdheid de mens en het bijzonder de christen het meest aan zijn zonde gedenkt. Op het ziekbed, bij het dreigende gevaren, indrukkende zorgen des levens, ontwaakt het schuldbesef. Dan voelen wij dat wij de Heere nodig hebben, maar tegelijkertijd veroordeelt ons hart in het met vrijmoedigheid toegaan. Ons geweten beschuldigt ons dat wij overtreden zijn van zijn geboden, dat wij het goede verbeurd en het kwade verdiend hebben. Onder ons bidden om hulp of gunst staat ons dan zo duidelijk voor de geest hoe wij het niet waardig zijn dat de Heer ons gebed zal verhoren. Onder ons bidden voelen wij dat wij er niet nagemaakt hebben, dat de Heer acht zou geven op de stem van onze smekingen. Wie zijn wij? En wat is ons huis? En zo vindt gij het gedurig bij Gods heiligen in de schrift. De nood drijft hen tot God, maar terwijl zij tot hem naderen, biddende en smekende, gedenken zij aan hun zonden en hun zondige aard. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijn smekingen. Hier is het de nood die doet bidden.
Maar dan spreekt onmiddellijk daarop het geweten. Zo gij, heren, de ongerechtigheden gadeslaan, heren. Wie zal dan bestaan? Wie zal bestaan? Al dus is het ook hier in onze tekst. Eerst bid David in zijn nood. O heren, hoor mijn gebed. Neig uw oren tot mijn smekingen. Maar daarna volgt de belijdenis. Ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Iets dergelijks hoort u ook bij Job, van Job getuigen. Hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God? Zo hij lust heeft om hem, om met hem te twisten. Niet één uit duizend zal hij kunnen antwoorden. U ziet dus hier dat de dichter van deze psalm niet behoort tot het geslacht dergenen die de Heer Jezus in de dagen zijn der inwoning op aarde onder Israël zo overvloedig heeft aangetroffen. De mensen die bij zichzelf meenden dat zij rechtvaardig waren, omdat zij niet waren als andere mensen, omdat zij al Gods geboden meenden te hebben onderhouden van hun jonkheid af. Deze mensen gingen altijd vrijmoedig tot God. Hun hart veroordeelde hun niet. Het is te vrezen dat dit geslacht ook wel in onze dagen bestaat. Mensen die aan God denken zonder vrezen. In de overtuiging dat zij goed zijn, geven aan ieder het zijne, aan God en aan de naaste. Deze geestelijk blinden zien niet wat David zag. Niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. David maakte voor niemand, ook niet voor zichzelf, een uitzondering. Hij geloofde wat ook Paulus beleden heeft. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Op deze regel is geen uitzondering. Die tot God gaat om hulp of gunst, moet tot hem komen als een zondaar, als een overtreder van Gods geboden, als een die de dood verdiend heeft en het leven verbeurd heeft, als een die het kwade waardig en het goede onwaardig is. En dat blijft dan zo al de dagen onzes levens. Zo lange tijd als de mens leeft. Nooit zal hij tot God kunnen gaan dan als een zondaar met een hart dat hem veroordeelt. Met een conscientie die hem aanklaagt. Dat geldt niet alleen voor de goddelozen en de zondaars van de onbekeerden en de spotters. Maar dat geldt evenzeer van de uitnemendste onder Gods heiligen. Nooit kan iemand die leeft tot de Here komen als een heilige, als een schuldeloze, als een die het waardig is zonder rimpel en zonder vlek. Ook die tot God bekeerd zijn, kunnen niet anders tot de Here gaan dan beschaamd en schaamrood over hun zonden. En in zijn heilig woord schilderde de Heer dan ook zijn kinderen slimmer, nimmer als heiligen in zichzelf, maar steeds als zondaars. Het is genoeg bekend waarvoor een man Noach is geweest. Petrus noemt hem een prediker der gerechtigheid. Hij alleen en zijn gezin werden in de zondvloed bewaard. Nochtans, hoewel hij zulke man is geweest, met wie de Heere zulke grote dingen heeft gedaan, heeft hij zich dronken gedronken en naakt in zijn tent liggende, heeft hij zijn godvrezende zonen geërgerd en bedroefd. En de boze Ham, oorzaak van bespotting gegeven. Abraham is geworden de vader der gelovigen, de heerlijkste der beloftenissen van zegeningen voor alle volken, heeft hij zijn zaad ontvangen. Hij is een vriend van God genaamd geweest. En toch zijn ook Abraham's zonden niet onbekend. Was het niet een zonde in Abraham dat hij de belofte van het zaad, van een zaad ontvangen hebbende, uit ongeduld Eliezer zijn knecht tot zijn erfgenaam wilde maken en dat hij daarna Hagar tot zich nam en Ismaël bij haar verwekte?
dat hij vervolgens deze Ismaël tot zijn erfgenaam begeerde en dat hij van Sara gezegd heeft dat zij zijn zuster was uit vrees voor zijn leven en met gevaar van haar schending. Job was een voorbeeld van godsvrucht, maar van hem staat niet te min geschreven dat hij vervloekte zijn dag, de dag verga waarin ik geboren ben en de nacht waarin men zeide, een knechtje is ontvangen. David was de man naar Gods hart, maar we weten allen van zijn overspel met Bathseba en zijn sluipmoord op Eruja de Hittiet en van zijn, de telling van zijn volk. Jacob was een man van geloof, maar het waren geen edele dingen die hij deed met zijn broeder Esau en met zijn blinde vader Isaac. Hij deed met zijn broer en met het nemen van zijn vier vrouwen. En Simson, de kampvechter Gods, die in de strikken van Delila zich liet vangen. En Salomo, het type van de vredevorst, met zijn 1000 vrouwen en zijn afgoderij. En Jona vluchtende naar Tarsen en Petrus zijn meester verloochende. Al deze voorbeelden en schrift bevestigen wat David hier getuigt. Niemand die leeft, ook de allerheiligste niet, zolang zij in dit leven zijn, zullen voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Deze voorbeelden staan in het woord des Heeren beschreven. Niet opdat wij deze vrome mannen stenigen zouden en hen in hun godsvrucht zouden verachten. Ook niet opdat hun zonden ons tot een vrijbrief zouden zijn om met de naam des Heeren op de lippen in zonde te leven. Maar deze voorbeelden moeten ons leren dat wij, zolang wij in dit leven zijn, nooit anders tot God kunnen gaan met gebeden en smekingen om hulp of gunst dan als zondaars, wier hart heeft veroordeeld en nimmer als volmaakt rechtvaardigen, nooit als vlekkeloos heiligen, maar altijd beschaamd en schaamrood over de boosheid die ons aankleeft, met de belijdenis dat wij Gods toorn verdiend en zijn goedheid verbeurd hebben, dat wij niets kunnen vragen of verwachten, en welk wij niet door onze zonden ons onwaardig hebben gemaakt. Niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Daar is derhalve geen ander toegang tot God voor niemand dan als zondaar met een aanklacht in het geweten en met een beschuldiging in het hart. Als een rechtvaardige, een heilige tot de Heer naderen, kan er alleen een geestelijk blinde, die ziende niet ziet en daarom in zijn zonden blijft. Er is geen andere toegang tot God voor niemand, en dus ook voor u niet als zondaar, voelende hoe boos en schuldig uw hart is, en dat de Heere u 1000 dingen voor kan houden, waarop gij niet één zult kunnen antwoorden. De schrift getuigt, zo wij zeggen dat wij geen zonden hebben, zo liegen wij, en de waarheid is in ons niet. De grond van onze vrijmoedigheid in het toegaan tot God kan nooit daarin zijn gelegen dat wij ons niet schuldig zouden voelen. Dat zou een valse vrijmoedigheid zijn. Zolang wij in dit leven zijn, kunnen wij ons in ons toegang tot God nooit anders dan schuldig voelen uit ons hart dat van nature boos is, ook al is het in beginsel vernieuwd door de Heilige Geest. Komen wij dagelijks voort gedachten, woorden, werken die voor God gericht niet kunnen bestaan. Maar het is niet alleen voelen dat je het voelt, zeg maar, je gevoel bedriegt jou ook. Het is ook met je verstand weten dat je zondig bent, zondig kind. Want het is allemaal met
verstand wat we hier lezen, dat ons schuldig maakt voor God. Ieder mens die God heeft leren kennen in zijn heiligheid, in zichzelf, in zijn schuld en zonde, zal op de vraag, zal het goed zijn als de Heere u zal onderzoeken ten antwoord geven? Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben en woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Maar moet dit gevoel van zonde en schuld ons nu weerhouden om onze toevlucht te nemen tot de zere goedheid? Zullen wij dan zeggen, ik ben te zondig om tot God te gaan, om tot de Heere te bidden om in mijn noden zijn hulp en gunst te vragen? U weet dat zulke gedachten meermalen zijn opgekomen in de harten der mensen. Misschien zijn ze ook wel eens in u opgekomen, in uw eigen gemoed. U wilde wel bidden, maar u durfde het niet echt. Want gij dacht aan uw zonden. Gij zaagt op wat er in uw hart was omgegaan. Gij herinnert u dingen die gij gedaan hebt en die niet zo behoren te wezen. Gij had innerlijk geleefd, zo ver van God, zo leeg van God, zo dicht bij de wereld en zo vol van het wereldse. En in die toestand bidden en avondmaal vieren, gij durfde het niet. De vrijmoedigheid ontbrak u. Het zou eerst anders moeten worden, wilde gij vrijmoedigheid vinden. Menig Christen zal erkennen dat hij niet zo zelden heeft gedacht en soms ook in deze geest gehandeld heeft. Zijn zonden stonden hem in de weg en verhinderden hem het toegang, het bidden en het avondmaal vieren. Hij voelde zich te onwaardig en moest eerst anders met hem worden. Want in die toestand waarin hij verkeerde, met zulk hem veroordelend hart en beschuldigend geweten, ging het immers toch niet. Maar wat leest u nu van David? Niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Zo spreekt hij. Hij sluit er zichzelf bij in. Zijn zonden, zijn zondige aard staan hem voor de ogen. Maar wat doet hij dan? Hij trekt zich niet terug met zijn zonden. Hij verbergt zich niet met zijn zonden. Maar hij gaat desalniettemin tot God. Hij gaat met zijn zonden tot de Heere. Hij laat het bidden niet na, omdat hij zich schuldig en zondig voelt. Maar hij bidt, zo zondig en schuldig als hij zich voelt. En dan bidt hij het enige goede gebed voor de zondaar, die niet bidden durft. Als hij ziet op zijn zonden, en die toch bidden moet, als hij ziet op zijn nood. Ga niet in het gericht met uw knecht. Ga niet in het gericht met uw knecht. David doet hier een beroep op de genade des Heeren, op zijn schuldvergevende liefde. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wanneer de Heer met de mens in het gericht gaat en de ongerechtigheden gade slaat, dan worden zijn zonden geteld en gewogen en dan wordt naar de mate der zonde de mate van de straf bepaald. Zo zal het geschieden met een ieder die leeft en sterft zonder borg, zonder voorspraak in Gods gericht. Dan doet de rechter der ganse aarde recht, onkreukbaar recht, zonder aanneming des persoons. Zo gij, o Heer, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Er is een gedenkboek voor Gods aangezicht. Lang door ons vergeten, zonden staan daarin begrepen. En er is een vergelding van het loon. Het gaat in het gericht Gods niet lichtvaardig toe. De Heere neemt het nauw, ja, zeer nauw met de zonde.
Maar wanneer de Heere niet in het gericht treedt, zoals David hier in het gebed begeert, dan dekt hij de zonde toe. Waarover ons hart ons veroordeelt, dan vergeeft hij ze, dan werpt hij ze achter zijn rug, dan delgt hij ze uit en dan ziet hij ons aan alsof wij geen zonde hadden gehad of gedaan. Dat de Heere dit wil doen is louter genade. Het is genade dat er voor zondaren vergeving is, altijd weer vergeving, milde, menigvuldig vergeving. Dit is de blijde boodschap des heils. Dit is het evangelie der genade en der zaligheid. Omdat David het weet dat er bij de Heere vergeving is, daarom durft hij te bidden tot die God die toch de schuldige geen zins onschuldig houdt en die een wreker is, geweldig en zeer grimmig. Daarom durft hij bidden. Ga niet in het gericht met uw knecht. Gij weet van het grote wonder der schuldvergevende liefde Gods. Gij weet van het grote wonder der genade, dat zolang wij onze zonden belijden, de Heere ons niet toerekent. Zolang wij onze zonden verbergen, worden ze ons gehouden. Onbeleden zonden zijn onvergeten zonden. Maar wanneer wij met onze zonden tot de Heere gaan, dan worden ze vergeven. Zo gij hier de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan, o Heer? Maar bij u is vergeving. Dat is de deur der hoop voor een ieder die bekommerd is vanwege zijn zonden. Er is genade bij God voor zondaren. En dit wetende durft David ook om genade te bidden. Durft hij te bidden dat de Heere aan zijn zonden niet meer zal denken, maar dat hij alleen zal denken aan zijn nood. Ga niet in het gericht met uw knecht. Hoe eenvoudig is dit gebed. De dichter voegt er niets aan toe. Geen belofte van goede voornemens voor de toekomst. Ook spreekt hij niet van goede dingen die hij ongetwijfeld telkens weer gedaan zal hebben. Hij vraagt alleen, ga niet in het gericht met uw knecht, verzoen uw zware schuld die ons met schrik vervult en bewijs ons eens genade. David bidt evenals de tollenaar bad, o God, wees mij zondaar genadig. Het is zo eenvoudig. Het is toch zulk een groot wonder. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed, na ernstig overleg, mijn boze daan. Gij naam die gunstig weg. Dan is het gebeurd. Gij naam die gunstig weg. Zo eenvoudig gaat het toe. Sommige mensen zeggen dat er heel wat moet gebeuren eer men dat mag durven geloven. Dat de Heere ons de zonde niet toerekent. Maar dit grote wonder der schuldvergevenis in de werkelijkheid is zeer eenvoudig. David zegt, ik beleed mijn zonden en de Heere nam ze weg. En daar was niets tussenin. David bidt alleen, ga niet in het gericht met uw knecht. En meer was er niet bij, omdat het genade is, louter genade. Daarom is het zo eenvoudig, omdat wij om niet gerechtvaardigd worden door het geloof en er van onszelf niets bij hoeft. Daarom is het zo eenvoudig. Wij moeten onze zonden, waar wij zo'n last van hebben, voor de Heere brengen. Wij moeten zelf tot de Heere gaan met de boosheid die altijd weer aan ons aankleeft. En dan vinden wij een plaats. In plaats van een strenge rechter. En een geweldig en zeer grimmig. Een goede tierenvader. Met milde handen en vriendelijke ogen. Die ons zijn Zoon Christus wil. Geeft
gaarne geeft en niet verwijt, en van wie al eeuwenlang door degenen die het weten kunnen is gezonden, gezongen. Geen vader sloeg met groter mededogen, op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen. Dan Israël zeer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. En dat wij stof van jongs af zijn geweest. Waarom is dan nu zo zeker, wanneer gij uw zonden belijdende tot de Heere komt, dat hij dan niet met u in het gericht zal gaan, dat hij u dan niet zal doen naar uw zonden, maar dat hij in genade u zal aannemen, om te horen naar uw gebed en zijn oren te neigen tot de stem uw smekingen. Waarom is het dan zo vast en zeker dat beleden zonden vergeven zonden zijn? Zo zeker en gewis dat er niets tussen u tussen is te krijgen. Die zekerheid en die vastigheid is gelegen in het verbond der genade, het welk de Heere met zijn volk gemaakt heeft. In dit verbond stond ook David, daarom zegt hij, ga niet in het gericht met uw knecht. Dat is een uitdrukking die behoort bij het verbond der genade. In de 116e psalm zegt de dichter, och Heer, zekerlijk, ik ben uw knecht, ik ben uw knecht, een zoon uw dienstmaagd. Zo zal een man van de wereld nooit spreken ten opzichte van God. Ik ben uw knecht. Dat past alleen in het verbond der genade waarin twee delen zijn begrepen. De Heere als de meerdere met zijn belofte van genade en de goede tierenheid. En zijn kerk als de mindere met haar verplichtingen tot nieuwe gehoorzaamheid. De kinderen God zijn kinderen, zijn knechten Gods. Een volk tot zijn dienst bereid. En de knechten God zijn kinderen Gods. Wiens de liefdedienst is, waartoe zij verbonden zijn en nooit hen verdriet. David leefde uit het verbond. Hij stond niet als een onbesneden Filistijn, maar als een zoon van Israël tegenover de Heere zijn God. We zouden nu zeggen, niet als een kind der wereld, maar als een lidmaat der gemeente. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een even verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Daarvan was David zich bewust. De Heer had hem een verbond gesteld en dat verbond had David ingewilligd in de jaren van zijn jeugd. Toen al had hij de Heere de hand gereikt om hem lief te hebben, te dienen en te vrezen en in zijn wegen te wandelen. David leefde niet zonder, maar onder het verbond der genade. Gelijk wij ingelijks en onder het verbond der genade leven, maar hij leefde tevens uit het verbond. Hij was Gods knecht, de zoon zijner dienstmaagd, geboren uit zijn volk. En daarom durfde hij te bidden, gelovende dat de Heere het doen zou. Ga niet in het gericht met uw knecht. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. Hij geloofde dat de Heere zijn waarheid nimmer zou krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken en dat hij daarop niet in het gericht zou gaan met zijn knecht, hoewel het bij hem en zijn huis niet alles was naar de reinheid van Gods heiligdom. Wanneer David bidt, ga niet in het gericht met uw knecht,
dan is hij verzekerd dat de Heere niet in het gericht met hem zal gaan. Allereerst op deze grond, dat de Heer is een waarmaker van zijn woord, een vervuller van zijn beloften. Geen man dat hij liegen zou, geen mensen kent dat hem iets berouwen zou. Geen man van ja en nee. Geen God van ja en nee, zeggende en niet doende en sprekende en niet bestendig makende. Voorts als David bidt, ga niet in het gericht met uw knecht, dan is hij verzekerd dat de Heere niet in het gericht met hem zal gaan. Ook op deze grond, dat de Heere rechtvaardig is om hem de zonde te vergeven. Dat schijnt wel iets vreemds. Rechtvaardig zijn behoort meer bij het straffen, denkt u. En genadig zijn meer bij het vergeven. En toch, de apostel Johannes spreekt later evenals David. Indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van ongerechtigheid. David en Johannes denken hier echter niet aan het recht der wet, want dan is het rechtvaardig dat de ziel die zondig sterven zal. Maar zij spreken hier over het recht des verbonds. De Heere zal nooit in strijd handelen met het recht van het verbond. En dit is het recht van het verbond, dat zo wij onze zonden belijden, dat de Heere ze ons om Christus willen vergeven. Stel eens dat het mogelijk ware dat een zondaar zijn zonden beleed en de Heere ze hem niet vergaf. Dan zou de Heere niet rechtvaardig zijn volgens de wet. Want de wet eist straf, maar niet naar het verbond, want het verbond belooft genade. U ziet dus welke vaste gronden er voor u zijn om met uw zonden tot de Heere te gaan, gelovende dat hij ze uit genade vergeven. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. Gij kunt ook bidden, verhoor mij om Christus willen. Want in die middelaar der verzoening zijn al Gods beloften van genade en schuld vergeven. Ja en amen. Hoezeer uw hart u veroordeelt, in de naam van die middelaar van het genadeverbond, hebt u steeds een vrijmoedige toegang tot God, wetende dat hij u is genadig en u genade zal aannemen als zijn lieve kinderen en erfgenamen. Dat geldt ook van ons avondmaal vieren. Het enige gemeenschapsoefening met God in Christus door de Heilige Geest. Gij kunt er op verschillende manieren deel aan nemen. Voor de eerst op dezezelfde manier als de fariseeën die naar de tempel gingen. Om te bidden, dan denkt gij, het staat met mij wel goed, ik heb wel wat goede aangenaam is. Ik neem het nou, ik ben niet als die anderen, maar die maar zo gemakkelijk toegaan. Vervolgens kunt gij ten avondmaal komen zonder uw zonden aan de Heere te belijden, voornamelijk die zonden welke gij juist het eerst en het meest belijden moet. Zulke mensen leven de dag na het avondmaal precies als de dag ervoor, en er is niets verheffends en er is niets veranderd. Ze hebben gegeten en ze hebben gedronken, maar er is niets beleden. Er is niets verzoend. Zulke mensen doen eenvoudig een plicht. Het behoort bij de godsdienst, bij het naar de kerk gaan. Maar ze voelen er niets van. Het is hun geen heiligheid der heiligheden. Ze gaan des zondags naar het avondmaal, zoals zij in de week naar het werk gaan. Maar over het grote wonder van de vergeving der zonden in het bloed van Christus spreken ze niet. Mogen dit bij niemand uwer al zo worden gevonden. Want dan is het avondmaal vieren u een reuken des doods ten dode. Gij wordt er geestelijk niet beter, maar minder van.
Maar mogen uw alleravondmaal vieren in dit gevoelen geschieden, het welk ook in David geweest is. Ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Heere, hoor naar mijn gebed, neig uw oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. Dat niemand uwe zich braaf en zelfvoldaan voelen om dit gebed te bidden, wanneer hij komt om te verkondigen des Heeren dood. Want ook de Allerheiligste in het midden is in zichzelf een groot zondaar van God, voor God, boos en schuldig van hart, zodat hij voor Gods gericht niet kan bestaan. Mogen er onder degenen die komen om te eten en te drinken niemand worden gevonden bij wien het schuldbesef ontbreekt. De bekommering over de zonden, het berouw, het hartelijk leedwezen, de dorst naar genade. Want hoe zoudt gij dan immers de troost, de schuldvergiffenis kunnen genieten? Deze troost der schuldvergiffenis wordt de gelovige in het avondmaal des Heeren betekend en verzegeld. Nevens het sacrament van de heilige doop heeft de koning der kerk ingesteld het heilige avondmaal in gelijk om ons de belofte des evangelies beter te verstaan, te geven en te verzegelen, namelijk dat de gelovigen in Christus voor God rechtvaardig zijn en erfgenamen van het eeuwige leven. Dat is het wat de God des verbonds, de bron van alle genade en vertroosting belooft aan allen die in de Zoon geloven. Gij zijt in hem voor mij rechtvaardig en erfgenamen van mijn heerlijkheid. Dat staat geschreven in het woord des Heeren als in een onverbreekbaar testament. En het wordt door de sacramenten aan de gelovigen te beter verstaan gegeven en verzegeld, hun zichtbaar voor ogen gesteld en op het hart gebonden. Daartoe dienen de sacramenten om aan de belofte meerdere vastigheid te geven. Niet voorwerpelijk, want de beloften God zijn zo vast als de bergen der aarde en als de sterren des hemels. Ja, nog vaster, want de bergen kunnen wankelen en de sterren kunnen vallen. Maar van Gods beloften zal er nooit één wankelen of vallen. Doch ze geven meerdere vastigheid aan de beloften, onderwerpelijk, opdat ons geloof er zich te beter aan zou kunnen vastklemmen. De beloften zijn vast, maar de hand van ons geloof in het vasthouden der beloften is menigmaal zwak. Ze glijden ons zo licht door de vingers, daarom voegde God aan de beloften van het woord de zichtbare tekenen en zegel van doop en avondmaal toe, opdat we een steunsel te meer zouden hebben in het vasthouden der beloften. Wanneer iemand in de diepe put is neergelaten, zoals gelezen is van Jozef en van Jeremia, en u wilt hem daaruit verlossen, dan laat ge een koord zakken in die put, een zeer sterk touw, dat niet zal breken en hem wel kan dragen. Maar die in de put is, moet het grijpen en goed vasthouden, zonder dat het hem door de handen glijdt. Om hem echter het vasthouden te vermakkelijken, bevestigen het koord, een haak of een lus. Het touw wordt daar niet sterker door, maar het vasthouden wordt gemakkelijker voor hem die opgetrokken wordt, moet worden. Het glipt hem nu niet zo licht door de vingers. Diezelfde dienst bedoelen nu ook de sacramenten te vervullen. Ze zijn als die haak of die lus aan het koord. Ze maken dat de beloften van het evangelie des te beter kunnen vasthouden. Ze zijn een steunsel voor het zwakke geloof, voor de zwakke handen van het geloof. De beloften zelf hebben dus die steunselen niet nodig. Maar het zwakke geloof heeft ze nodig, die tot de steunselen behoort, ook het avondmaal des Heeren. Onze belijdenis zegt ervan, wij geloven en belijden
dat onze zaligmaker Jezus Christus het sacrament van het heilige avondmaal heeft verordend en ingesteld om op te voeden en te onderhouden degenen die alle reden wedergeboren en in het huisgezin, het welke zijn kerk en gelijfd zijn, de eeuwige kerk. Nu hebben degenen die wedergeboren zijn in zich tweeërlei leven, het ene lichamelijk en tijdelijk, het andere geestelijk en hemels. Om het geestelijk en hemels leven te onderhouden, het wel de gelovigen hebben ingesteld, heeft hij hun zonden een levend brood, gezonden een levend brood, dat van de hemel is neergedaald. Te weten Jezus Christus, de welk het geestelijk leven der gelovigen voedt en onderhoudt als hij gegeten. Dat is toegeëigend en ontvangen, waardoor het geloof in de geest, om ons dit geestelijk en hemels brood af te beelden, heeft Christus verordend ons aards, aanzienlijk brood, het welk een sacrament is van zijn lichaam en de wijn een sacrament van zijn bloed, om ons te betuigen dat, zo waarachtig als wij het sacrament ontvangen en houden in onze handen hetzelfde te eten en te drinken met onze mond, waarmede ons leven daarna onderhouden wordt, wij ook zo waarachtig door het geloof, het welk de hand en mond onze ziel is, het ware lichaam en het bloed van Christus, onze enige zaligmaker ontvangen in onze zielen tot geestelijk leven. Deze maaltijd is een geestelijke tafel, aan de welke Christus zichzelf aan ons meedeelt, met al zijn goederen, en doet ons aan haar genieten, zowel zichzelf als de verdiensten zijns lijdens en stervens. Voedende, sterkende en vertroostende onze arme en troosteloze ziel door het eten van zijn vlees en haar verkwikkende en vermakende door de drank van zijn bloed. De Heere geven door zijn heilige geest aan u allen een hart als David, door schuldbesef getroffen en geslagen en dorstende naar de troost van Gods genade in Christus zijn Zoon, dan zal een blijde weerklank kunnen vinden in uw hart de roep en van de knecht des Heren. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja, koopt, komt, koopt zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtelijk naar mij en eet het goede en laat uw ziel en vettigheid zich verlustigen. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en de onrechtvaardige maakt zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zijn ontfermen en tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldig.